Salutje op de Snoepers Gameplay, ik ben Casper. En we spelen weer Aladdin, dus hier is wraak. En we beginnen meteen met een 1 muntje. Oh, mijn geur. Even kijken, oh ja. Ik heb het al een paar lang meer gespeeld. Dus ik moet een beetje wennen. Ah, dood jij. Mooi. Het zeggen, die gasten kunnen echt niet goed makkelijk. Het is niet makkelijk om dood te maken. Dat is moeilijk. Dat is jammer. Nou moet ik wachten. Kut. Oh ja, dat moet zo. Inderdaad, ja. Juist, ja. Oké. Kut. Vroeg. Waarom kan ik er wel doorheen springen boven, maar niet er doorheen springen beneden? Oh fuck. Kokosnotels. Die zal ik wel nodig hebben dan, hè, als ze er liggen. Oh fuck. Dat krijg je ervan als je een klootzak bent. Snel. Kut. Nou, oké. Nou. Ja, nu. Inderdaad. Ik ga het lekker niet doen. Ik ben vet badass en zo. Kut! Ermagerd. Jongen. Dit is moeilijker dan het eruit ziet, hoor. Dat je het even weet. Jongen, jij vies kutsteen. Apparaat. Wow, gaan we stoer doen. Oh, wacht. Wat is dit? Iets naar beneden. In je balzak. Mooi, prachtig. Prachtig. Kut. Ik weet niet, misschien ligt het aan mijn naam dat ik val. Misschien. Kut! Ik had het gered als hij niet naar boven ging. Ja, dat klinkt logisch. Dat klinkt fucking logisch, Casper. Zie je hier ook. Van die momenten van nee, nooit meer. Jij camerahoek. Fuck jou. Oh, stop. Omhoog. Ik had er lang kunnen springen, maar maakt niet uit. Dit is echt ook trouwens een heel aardig moeilijk level. Want er is straks iets met schildpadden. Dat is bijna eigenlijk al. Dat is eigenlijk bijna ook het einde van het level. Maar dat is heel moeilijk. Dit is trouwens ook niet het allerleukste wat je kan hebben. Maar dat heb je wel eens toch. Zo. Dit is nogal aardig. Kloten met die spinnen. Oh, stop! Ik vind dit wel een leuk level trouwens. Er zitten heel veel kut dingen in, maar het is wel een leuk level. If I'm eerlijk. Kut! Stop jij spin! Ik wil nooit meer last van jou hebben! Nooit meer van mijn leven! Die nog, als ik naar mijn levensbal kijk, nog pittig lang. Oh,
Lang duurt. Oh, het duurt. Gelukkig was er geen spin meer. Ha, ha, ha. Oké. Okay. Lol. Kut. Nou, dit is niet lief. Ik ga echt lekker nu vandaag. Sorry, ik ben stil. Spin. Ik snap eigenlijk niet waarom spinnen damage doen in dit spel. Kut. Ah, fuck. Fuck it, weet je. Ja, sommige spins zijn natuurlijk wel giftig. Maar ze, ja, er zit er oranje in die spinnen, dus het zal wel dat ze giftig moeten lijken dan. Staal! Staal me moeilijk doen, Aladdin, jij klootzak. Dat zou misschien een hele leuke oplossing zijn. Oh, oplossing zijn. En nu jullie denken, of Kasper, jij moet gewoon beter spelen. En daar hebben jullie dan een punt. En dan ga ik huilen. Dat jullie wel een punt kunnen hebben en ik niet. Ja. Oh, nee, stop jij. Spin. Ga weg. Ga godverdomme weg. Hier kan ik jij niet tegen hoor als jij een beetje stoer gaat doen en mij loopt bij, gaat lopen bijten en zo. Oké. Okay. De bedoeling is dus van dit. Ik weet niet meer wat je ervan krijgt, maar de bedoeling is dat. Even kijken. Je moet op een bepaalde volgorde in je mond mikken. Dus even kijken. Ik weet niet de volgorde eigenlijk. Terwijl ik toch pas geleden heb gespeeld. Ja, dus als het licht gaat branden is het goed. Dan zal het wel de onderste zijn. Ah, fuck. Oh, in één keer de goede volgorde. Noem maar. Oh, yeah. Oh yeah. Oh kut, ik kon gewoon teruglopen. Maar nee, natuurlijk moet ik weer springen. Zo. Ik ga lekker over je heen springen, ik ga lekker. Ik straf me eigenlijk niet. Als ik een goede jongen was geweest, had ik hem gestraft. Nou eigenlijk. Kut! Kut! Hey. Kut met appelsap. In plaats van kut met peren. Nieuwe recept en zo. Oké, waar hebben we het over? Mama, wat eten we vandaag? Kut met appelsap. Kut! Met appelsap. Misschien. Oké. Hey. Spring op een heel dun draadje. Op een zijde draadje. Het is eigenlijk geen zijde, het is spinnerig, maar. Ik vond het leuk bedacht van mezelf. Zo. Oké. Ik zou het leuk vinden als jullie in de comments reacties achterlieten van wat ik beter kan doen. Wat volgens jullie leuker is. Aankomt een beetje een soort van feedback. Hoe ik het doe een beetje, weet je. Een beetje, weet je, de droom. Oké, een vraag van de week. De vraag van de week hou ik erin, omdat het kan. Even denken. Wat vind je van watervallen die naar beneden... Wat de fuck is dit dan? What the fuck is dat dan? Wat vinden jullie van watervallen die naar beneden stromen? Dat is de slechtste vraag van de week die er ooit gesteld is.
Nee, oké. Wat is de leukste site die jullie in je leven bezocht hebben? Ha, kut. Zal ik één keer gewoon doodgaan? Nee. Nee. Het is heel makkelijk. Gewoon... Nee. Stop. Stop. Ik wil... Oh, kut. Nou ja, toch maar dan. Huh, waar kom ik dan uit? Huh, dat is de waterval. Zo, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Oh, kut. Oh, kut. Oh. Oh, fuck. Bokken. Ik krijg het lekker vandaag. How long ben ik al bezig dan? Ik ben even op mijn timer aan het kijken. En ik heb nog 4 minuten. En ik wil eigenlijk wel... Oh, kut. Kut, kut, kut. Ik... waar haal ik nu al? Dit is nog het eenvoudigste stuk van de schildpadden. Stuk. Eenvoudig. Je presteert minder als er mensen kijken. Haak! Weet je wat? Gewoon... Luister naar mijn woorden. Kak! Weet je... Ik heb vandaag boodschappen gedaan. Zelf. Kak! Niet doen! Jij! Kut! Niet doen, Jeroen! De paarse schildpad heet vanaf nu Jeroen. Of de groene. Ze heet allemaal Jeroen. Vanaf vandaag. Kut, Jeroen! Als Jeroen heet en kijkt... Hoi, Jeroen. Hoe moeilijk kan het zijn om op fucking schildpad te springen, Casper? Ja, eigenlijk, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Waarom doe je het dan zo moeilijk? Godverdomme. Hé. Jij vervelende schildpad, Jeroen. Jij schildpad neer, Jeroen. Kut. Dat is heel kort samengevat. Kut. Oh yeah. Fuck. Ik ga hem gewoon doodmaken omdat YOLO Waterpolo, dat ten eerste. En ten tweede. Wat was dan nog meer? Oh ja, de tweede, omdat hij irritant is. Want ik zal hier best lang moeten verblijven. Ik heb er toch niks aan. Ik heb er toch niks aan. Wat de fuck doen? Waar pak je hem dan op? Kut, stop. Want eigenlijk is dit bijna het einde van die schildpadden shit. Kut, 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 kut. Poeh. Poeh. Zeg, hey. Kut. Shit happens. Ik denk dat ik nog maar even wacht. En niet op de schildpad, anders gaat hij onderduiken. Net als Anne Frank. Ik speelde gisteren Wie Ben Ik. Ik zit op scouting. Dus ik speelde Wie Ben Ik op scouting. Maar dan levend en zo. Op een hele moeilijke manier. En ik was Anne Frank. En ik faalde. Ik kon niet eens op Anne Frank komen. Dat was best slecht voor mij. Casper, je bent Anne Frank. Oh. Kut, 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 kut. Ik faal. Ik vind het nog knap als we binnen dit kwartier een hele... Ik
Ik heb nog ongeveer 1 seconde. Hey, het is voltooid. De speeltijd is voltooid. En oh mijn god, we hebben het ook gehaald binnen de tijd, toch? Soort van. We hebben het gehaald. Binnen dit kwartier. En dat vind ik heel knap van mezelf, want toen ik het zonder camera speelde, heb ik er heel lang over gedaan. Dus doorgaan. En dan doen we nog het gokspel. En met 1 geestmunt. Prachtig. Mijn leven is ervoor. Jee. Nou ja. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een groen duimpje. Vinden jullie deze video heel slecht? Doe dan ook een groen duimpje. Vonden jullie deze video fucking slecht? Echt niet normaal slecht. Voeg hem dan ook vooral toe aan je favorieten. En deel hem via Facebook, Twitter, Hives. Hives is dood, maar fuck it. En deel hem. Oké, deel hem. Wil je hem opslaan? Ja. Naar hetzelfde blok opslaan. En dan zeg ik doei jullie mensen.